Goedendag, mijn naam is Aart. Je hebt een bedrag, als je betaalt met 5 euro, heb je 105 meer miljoen nodig dan als je betaalt met 20 euro. De vraag is, hoeveel miljoen heb je nodig van 50 euro om te betalen? Nu, dit betekent feit, als je goed kijkt, ja, dat dit een veelvoud is van 20 als het bedrag. Ook van 50. We gaan kijken een veelvoud van 20. Dat zegt 20 zal kosten, als het bedrag 20 euro is, zou je bijvoorbeeld 4 van 5 nodig, 1 van 20. Als het 40 zou zijn, is dat een veelvoud van 20. Ja, daarom gaan we zo doen met 20. Heb je er 8 nodig? En 2 van 20. Ja. Als je 60 hebt, bedrag 60 zou zijn, heb je er 3 nodig van 20 en 12 van 5. En nog eentje bij doen, 80 bijvoorbeeld, heb je er 4 nodig van 20 en 16 van 5. Nu merk je je verband tussen, namelijk, hier doe je plus 3, hier heb je er plus 6, hier heb je er plus 9, plus 12, verschil tussen de 5 en de 20. Nu, wat merk je dan? Als je 3 maal 3 doet maal 20 heb je 20. 3, 6 gedeeld door 3 maal 20 is 20, 40. 9 gedeeld door 3 maal is 3 maal 20 is 60. En 12 gedeeld door 3, 12 is 4 maal 20 is 80. Dat betekent in feite dat je moet delen door 3 maal 20. Nu, het verschil was 105 elementen. Dat betekent dat je hier 105 hebt. Ja, dan moet je dat delen door 3 en dan maal 20 doen, je hebt het totale bedrag. Ja, 105 is 35, 35 maal 3 is 700. Dan krijg je 700. Klopt er nu wel? 700, goed knikt. 700 betalen in brieven van 50, van 5 is 150 briefjes, 140 briefjes. 700 door 5 is 140. Als je dat bedeelt in 20, heb je er 35 nodig. En 140 met 35 is inderdaad 105 briefjes. Nu, 700 betalen in brief van 15, dus 700 gedeeld door 50, dat is 14. Dus antwoord 14, dank u wel.